En toen zijn het lauren natuurlijk. Hè. Mijn beste meesters, Schaberen, waar dan altijd mee opdraaien. En overal naartoe, naar Silly, naar de Vierweegse, overal waar dat er een café stond. Hè. Mocht dat wel doen. En de dien trok ons mee naar. Naar C, we gaan achter de Stoijse struiden, dan is er niet meer een heel bij zich. Toen over de C-weren, die naar jou toe is, ik wel min of meer verstaan. Als C, en door wie maar zo om de deur heen, want hij had altijd zijn grijze reemantelken aan, een trouwkaarken en zo. Maar zo heel dikke, blauw is uit de aan de kant. En die zaten ons daar aan de kant, aan de voort. Dat was ons nog niet gevaarlijk voor de kinders van aan de voort te spelen. Nee, het was er wel. Nou is dat allemaal vrij gevaarlijk, maar ons was dat absoluut niet gevaarlijk. Dus we hadden speelden en ravotten daar. En die zei altijd, kan ik een keer gaan kijken? Of dan ze er niets aan verhouden. En hij trok nog heders.